Dit was hoe de gevangenen tot een jaar geleden vastzaten. Een grauwe kamer met een bed, bureau, een stoel en een tv. En dit is het nu. 16 cellen in het Staatshotel werden getransformeerd tot min of meer luxe hotelkamers. De Syrische galet is receptionist in het hotel. Deze soort kamers en alle gebouwen waren ooit een mysterie voor mensen. Maar nu kunnen ze precies zien. How the they used to live here and en wilde u ooit overnachten in hetzelfde gebouw als waar Willem Holleder zat? Dan is dat mogelijk vanaf 100 euro per nacht. Voor dat bedrag help je ook nog eens de statushouders die er worden opgeleid. Zodat we hen zo snel mogelijk aan de baan kunnen helpen in de horeca. Um, en dus op die manier de integratie helpen bevorderen. De roemruchte gevangenis is nog op verschillende plekken herkenbaar. Zo zitten de tralies nog voor de ramen. En al deze dingen zijn basis. We let de basics, zelfs de showers, zijn de precieze showers. Gelet op dat zijn ervaring hem en zijn nieuwe collega's verder helpt in de samenleving. Dit concept is gewoon dat je kan. Ja, je kan veel meer doen. Je kan participeren in deze community. Je kan integreren in een proper manier. Je kan leven, je kan een job en je kan je leven hier. Vanaf volgende week vrijdag kunnen de eerste gasten er terecht.